Het is donderdag 23 november. Dit is Flevoland. ...2000 nieuwe bomen voor grote grazers. Winkeliers willen een extra koopzondag in december. En wintertarwe zorgt voor een vruchtbare akker. Goedenavond. We beginnen met het stadhuis in Lelystad. Dat is vanmiddag namelijk korte tijd ontruimd geweest... ...vanwege de vondst van een verdacht koffertje. U heeft een meneer gezien met een koffertje. Wat zag u precies? Hij had een zwart koffertje op wieltjes bij hem en die zette hij in een hoek neer. En daar werd hij weggestuurd en later is hij naar boven gegaan bij de biep. En daar heeft hij hem achtergelaten. Ja. En toen weer gewoon zonder koffertje naar beneden naar buiten gegaan. Ja. En u zag meteen dat het klopt hier niet? Dat klopt niet. Nee, want ik denk, ik mis jouw koffertje. En toen heb ik gelijk de bewaking weer aangesproken. Joh, hij is boven geweest. Ja. En het koffertje is er niet meer bij hem. Dus... En wat was het voor een jongen? Gewoon een blanke jongen, een Nederlandse jongen. Kort blond haar had hij. En voor de rest zag hij er heel gewoon uit. Net een reiziger eigenlijk, want hij had ook een rugtas om. Maar gewoon normaal. En u heeft ook met de bewaking gesproken, hè? Daarom is door hetzelfde koffertje is nu het stadhuis ontruimd. Ja, is het stadhuis. Ik heb het gevraagd aan hem. Hij zei, ja, we hebben geen risico genomen. Het koffertje is gewoon gecheckt of er wat mee is. En verder weet ik dan niet wat eruit is gekomen. Maar dat is gebeurd. In de Oostvaardersplassen gaan de komende weken 2000 nieuwe bomen de grond in. Ze moeten zorgen voor meer beschutting op plaatsen waar veel oude bomen zijn omgewaaid. De bomen die nu geplant worden zijn al een paar jaar oud. Inmiddels zo'n 3 tot 4 meter hoog. Ze komen aan de randen van het natuurgebied. Dit is een gebied waar tot voor een paar jaar terug gewoon een populierenbos stond. Dat is nu aan het einde van hun levenscyclus. Je ziet heel veel bomen zijn omgewaaid, zijn afgeknakt. Die gebruiken we weer voor takkenrillen. Maar dit gebied is dus vrij open geworden. En dan roept het om weer aangeplant te worden met nieuwe bomen. En dat doen we nu op deze manier. Ze moeten vervangen worden. Ja, ja, ja. En het blijft niet alleen maar bij losse bomen. Er wordt meer gedaan. Er worden namelijk verschillende kralen aangelegd. We hebben op een gegeven moment gekozen voor de naam kraal, omdat het beste lijkt. We hebben hier allemaal takken in de omgeving in hopen neergelegd, in een cirkel. En in die cirkel planten we dus jonge bomen en struiken aan. En die cirkel, die takkencirkel, hebben we nodig om de eerste jaren dat die bomen en struiken erin staan, om ze te kunnen beschermen tegen de vraat van dieren. Dus dan komen ze boven een bepaald stadium uit. Die doornstruiken zijn dan die beschermen de bomen die erin staan. En dan zakken die takkenrillen langzaam in. En dan is het gewoon alsof die in zijn omgeving een natuurlijke boomgroep staat. Eigenlijk een natuurlijke vorm van gaas. Ja, ja, eigenlijk ja, klopt. Over een aantal jaar kan het er dan zo uitzien. Nou ja, dit is het eindbeeld van het stadium wat we daar aan het doen zijn. Hier zie je een takkenril, of een kraal zoals we dat noemen, opeenhoping van takken, met daarbinnen jong bosplantsoen, jonge boompjes en struiken met dorens. En dat komt heel goed van de grond, alleen het duurt lang. Wat we ook aan het doen zijn, is zoals deze boom hier, individuele boombescherming, heeft hij in de eerste jaren nodig, totdat hij vraatbestendig of minder aantrekkelijk voor de dieren wordt gevonden. Door ruwe bast en looizuur, dat is een eik. En dan kan die bescherming kan weg. En dat zie je daar, dat we na een aantal jaren zie je dat die geen boombescherming nodig heeft. Die bomen doen het prima door een natuurlijke afweer van vraat. En dat kan een eik zijn, dat kan ook een berk zijn, dat kan ook andere soorten zijn die dat gewoon in zich hebben. Over een aantal jaar, over 4, 5 jaar, je ziet het waar we net waren bij de nieuwe aanplant. Ja, dat kan even duren, maar dat gaat dat op deze manier, 10 jaar verder, 5, 10 jaar verder. En nog meer bomennieuws, want 30 kinderen van basisschool De Ontdekking hebben vanmiddag 250 jonge beuken geplant in boswachterij Almere Hout. Die bomen zijn niet voor de grote gazers, maar voor een praktijkles over het klimaat. De scholieren scheppen er lustig op los en wroeten flink in de grond om alle bomen een goed plekje te geven. We zijn de allereerste met een boom! Het planten van de beukenbomen is de afsluiting van een hele lesdag over de natuur en de gevolgen van de klimaatcrisis. De kinderen weten nu dus precies waarom bomen zo belangrijk zijn. Ja, dat geeft gewoon veel meer zuurstof en dat haalt ook CO2 en weg. En dat is natuurlijk gewoon om leuke boswandelingen te maken. En er leven veel dieren in. Dus ja, er zijn heel veel dingetjes die erin leven. Dus dan is het niet goed om het te verwoesten. Wij planten nu bomen, zodat er geen afvalgassen meer in de dampkring komen. Want
bomen nemen CO2, de uitlaatgassen. En als we bomen planten, dan pakken zij die CO2 en geven ze ons zuurstof daarvoor. En dan kunnen we ook beter leven in een goed milieu. Door het volgen van de lesdag mogen de kinderen zich vanaf nu klimaatambassadeurs noemen. De dag van vandaag is echt inderdaad bewustzijn bij kinderen ook creëren. En ook ze laten weten dat zij er ook wel degelijk zelf ook iets aan kunnen doen. Ik wist nooit dat dat zo erg zou kunnen zijn en dat ik zelf ook CO2 veroorzaak. Bijvoorbeeld in de auto's, trein, vliegtuig, dat wist ik echt niet. Zometeen het zaaien van wintertarwe. Dat doen ze niet voor het geld. We proberen ver in de toekomst te kijken, en daardoor telen wij relatief veel graan op dit bedrijf. Zodat wij over 20 jaar nog hetzelfde kunnen doen als wat we nu doen. Dus 2017, de oogst is nog maar nauwelijks binnen. En de teler is alweer bezig met het inzaaien van de nieuwe oogst voor volgend jaar. Ja, dat straks. Eerst ander nieuws. Ondernemers in Dronten willen een extra koopzondag. Ze willen graag open op zondag 3 december. En ze zijn nu een petitie gestart. De eigenaar van snoepwinkel Jamin, Erik Koppenhagen, zegt inmiddels zo'n 40 handtekeningen te hebben verzameld. De winkeliers willen dat de gemeente een extra koopzondag toestaat, bovenop de afgesproken 14 per jaar. Als dat niet kan, dan willen ze liever dat de koopzondag op de 31ste komt te vervallen en de winkels op 3 december opengaan, vlak voor Sinterklaasavond. Ervaring leert dat de laatste dag van het jaar geen kooplustige dag is. Specifiek wel voor bepaalde dingen, oliebollen, champagne, een vleesschotel, daar wil men nog voor naar het centrum komen. Maar daarna gaat men zich voorbereiden voor Oudejaarsavond, terecht. Dus daarom is voor ons 31 december niet zo'n hele interessante dag. Dus als u mag kiezen, dan kiest u voor 3. Absoluut. Maar dat geldt niet voor alle ondernemers. Vooral ondernemers die drank verkopen doen dat graag op de laatste dag van het oude jaar. De meningen op straat zijn ook uiteenlopend. Dan zou ik 3 december doen. Dan zou ik eerder voor 31 gaan. Dan 3 december. Dan 31. Het onderwerp wordt binnenkort door het college van burgemeester en wethouders besproken. Gedeputeerde Ad Meijer lag gisteravond opnieuw onder vuur in het provinciehuis vanwege het uitblijven van een concrete energieagenda. Duidelijk moet worden hoe en met wie de provincie gaat overschakelen op duurzame energie. Meijer kreeg van bijna alle partijen te horen dat zijn werk onder de maat is. Deze gedeputeerde is daar al 2,5 jaar mee bezig. En als je dan na 2,5 jaar een initiatief of een procesvoorstel, het enige is wat je kunt opleveren, dan is het zwaar onder de maat. Ik heb niet kunnen toveren in 1 maand tijd. Maar ik heb, hoop ik, wel een perspectief kunnen bieden op voortgang. En ook aangegeven, wat ik ook vorige maand heb moeten zeggen, dat we in samenwerking zijn met andere partijen, bijvoorbeeld gemeentes, om ideeën op het gebied van energietransitie en zo te ontwikkelen. Elektriciteitsmaatschappijen, woningcorporaties, maar ook clubs als IVN, die er allemaal bij betrokken zijn. Om te proberen zoveel mogelijk mensen bij te betrekken en een goede Flevolandse agenda te maken. De gedeputeerde belooft in januari met uitgewerkte plannen te komen. We zijn heel benieuwd waar hij mee komt in januari. We hebben ook gesteld dat hij een hele stevige opgave heeft. Want wat er nu ligt en wat hij beloofd heeft in januari, daar zit een wereld van verschil in. En we houden hem er echt aan in januari. U houdt hem er echt aan in januari, want anders? Nou ja, dan gaan we dan in januari. Op dat moment gaan we dat beoordelen. Maar nogmaals, wat we zeiden, er zijn al kaarten uitgedeeld. Ik heb jarenlang op voetbal gezeten. En je weet wat er gebeurt als je te veel kaarten krijgt. De N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid wordt niet versneld verbreed. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt. Volgens Van Nieuwenhuizen is uit onderzoek gebleken dat het traject geen echt knelpunt is. Gedeputeerde Jaap Lodders vindt het besluit van de minister teleurstellend. Op de N50 gebeuren geregeld ongelukken. Afgelopen jaar vielen daarbij 3 doden. Volgens Lodders heeft de Tweede Kamer vorig jaar nog de opdracht aan de minister gegeven om de N50 versneld te verdubbelen. De gedeputeerde hoopt dan ook dat een lobby bij Tweede Kamerleden ervoor zorgt dat de minister haar besluit gaat herzien. Er worden weer duizenden bezoekers verwacht bij Urk in Wintersferen. Het evenement begint morgenmiddag en het heeft dit jaar een bijzonder thema. Tijdens Urk in Wintersferen herleven oude tijden in het dorp. Komend weekend is het weer zover. Tientallen figuranten spelen historische gebeurtenissen na. Met dit jaar aandacht voor de Eerste Wereldoorlog.
Het thema is dit jaar Île de Duable. Dat is Frans voor het duivelseiland. Een benaming die de Franse geïnterneerden gaven aan Urk. En ja, dat proberen we zichtbaar te maken in dit thema dit jaar bij Urk in Wintersveren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag op Urk een interneringskamp. Omdat Nederland neutraal was, werden juist hier de uitgeschakelde militairen heen gebracht om ervoor te zorgen dat ze niet meer mee konden doen in de strijd. U ziet het huisje van de kerkhof en u ziet de kerk. En dat huisje, dat ziet u daar nog steeds staan, vlak voor de kerk, het grijze dak. Dat is het huisje wat op het kerkhof stond, waar de doodgraven zijn spullen in bewaarden. En hier deze huizen, ja, daar stond de barak op. En die barak, hoeveel officieren hebben daar uiteindelijk gezeten? Op het hoogtepunt, tenminste als je dat een hoogtepunt mag noemen, 49 officieren. Delen uit de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog zijn dus duidelijk nog zichtbaar in het dorp. Toch is veel van de historie niet bekend bij de Urkers en daar moet dit weekend verandering in komen. We hebben geprobeerd een vereenvoudigde vorm van die barak weer te geven. Een aantal vrijwilligers, figuranten, die zijn gekleed in kostuums à la die tijd, Frans, Belgisch. Wij proberen een aantal bewakers met gevangenen rond te laten lopen, werkzaamheden te laten doen. Af en toe probeert er een te ontsnappen. En hoeveel publiek verwachten jullie dit jaar? Ja, wij hopen op heel veel. Ja, toch wel 11.000 tot 12.000. Dat zou voor ons al een leuke groei zijn. Als we nou iedere keer zo'n stapje maken, dan duurt het nog lang voordat we uit onze voegen barsten. Ze verdienen er niks aan. En toch zaaien ze wintertarwe. Waarom doen boeren dat? Het antwoord dat komt uit Zwifterband. Hier hebben we wortels gestaan. Nou, deze zijn vorige week geoogst. En ja, dan moet het land bewerkt worden om de grond weer klaar te hebben voor volgend jaar. En in dit geval wordt de grond bewerkt, winter klaargemaakt, maar ook tegelijkertijd een nieuw gewas gezaaid. Voor de nieuwe teelt alweer voor 2018. Dus 2017, de oogst is nog maar nauwelijks binnen. En de teler is alweer bezig met het inzaaien van de nieuwe oogst voor volgend jaar. Je krijgt ziektes als jij continu dezelfde gewassen achter elkaar verbouwt. Dus daarom roteren wij met de gewassen, ieder jaar een ander gewas erop. Maar dan zet je de wintertarwe op, dat levert helemaal niks op. Nee, zet er dan spruitjes op of zo? Ja, dat doen wij dus niet. Wij zetten wintertarwe omdat wintertarwe heel diep wortelt. En daardoor houden wij de bodem in goede conditie, zeg maar. En bijvoorbeeld uien en aardappelen zijn niet zo heel goed voor de bodem. En wintertarwe, die geneest de bodem weer, zeg maar. Die maakt de bodem, die zorgt dat de bodem in goede conditie verkeert. We staan hier bij de voorraadbak van de tarwezaaimachine. Hier zit de voorraad zaad in, waarmee ze tijdens het zaaien het zaad uithalen en dan wordt dat gezaaid. En als we in de bak kijken, dan zien we hier het zaaizaad zitten. Het zaaizaad heeft een oranje kleurtje. Dat is een ontsmettingsmiddel om bodemschimmels en ziektes tegen te gaan, zodat de opkomst beter is. Het streven is ongeveer 200 planten maximaal per vierkante meter te krijgen. Dus nou, dan moet je toch een 100, 150 zaadjes per vierkante meter zaaien. En dit zaad is ook bijna allemaal geproduceerd hier in de regio. Van de zomer stond dit graan hier ergens in Flevoland op de velden. Dus een regionaal product voor ja, weer een regionale teelt. Het graan gaat vanuit de voorraadbak via deze slang langs de trekker naar achteren. Hier achteraan op de spitmachine zit de verdeelunit. Die verdeelt het zaad per slangetje. En dan komt het hier achteraan, valt het op de grond en is het gezaaid. Ja, het is echt een investering. Ja, dit levert ons niks op. Dit kost geld, zeg maar, om tuinen te telen. Ja. Ja, mijn mond valt open, denk ik. Ja. Hè? Ja. Je moet toch geld verdienen? Ja, nee, dat moet ook zeker. Maar wij denken dat doordat wij de bodem gezond houden, zeg maar, dat wij met de teelt van aardappelen en uien geld kunnen verdienen. En dat telen wij granen, zodat wij in de toekomst ook nog aardappelen en uien kunnen telen. En hoe minder graan je teelt, hoe meer je theoretisch op korte termijn zou kunnen verdienen. Maar wij kiezen daar niet voor, zeg maar. Wij kijken, ja, wij proberen ver in de toekomst te kijken, zeg maar. En daardoor telen wij relatief veel graan op dit bedrijf. Zodat wij over 20 jaar nog hetzelfde kunnen doen als wat we nu doen. We
Want de grap van wintertarwe is, dat is een hele sterke doorwortelaar. Die gaat gewoon zo ver als die kan. In sommige situaties zien we dat die tot een meter diep, een meter, ongeveer zo diep, de grond in wortelt. En dat doet hij zomaar. Hij zoekt zijn voedingsstoffen op. Het zijn dikke, sterke wortels. Zit er een keer een storende laag dat je de boel verpest hebt. Die wortel groeit er doorheen. Nou, dan granen de oogstje. Dan blijft de stro achter. Dat is goed voor de bodem. Een beetje mest erbij. Maar het jaar erop ga je weer een ander gewas telen. En die wortelkanalen onderin de grond, die blijven daar zitten. Dus ga je een ui zaaien met een zwakke wortel. Die gaat via dat graanwortelgangetje alsnog de diepte in. En die kan zo dus bij zijn voedingsstoffen komen. En bij vocht. En dat geeft weer een betere opbrengst. Dan wordt dit gezaaid in het najaar, ja. De wintertarwe. Die wordt in de zomer geoogst. Na de oogst gaat het graan naar Agriferm. En dan komt het uiteindelijk bij de meelverwerkende industrie of bij de veevoerindustrie. Wanneer het bij de meelverwerkende industrie komt, dan wordt er uiteindelijk broodmeel van gemaakt. Wat je kunt kopen in een lokale winkel. En dat komt dan van deze bodem? Dat kan zelfs van dit perceel komen, ja. Inderdaad. De vrouwen van de Almeerse hockeyclub hebben gisteravond de inhaalwedstrijd tegen Katoes gewonnen. De wedstrijd in de overgangsklasse werd ruim een maand geleden afgelast. Er was namelijk geen scheidsrechter. De Almeerse kwam in de eerste helft behoorlijk onder druk te liggen. De ploeg kwam gewoon niet lekker in de wedstrijd. De Almeerse heeft het wel vaker lastig thuis. Deze strafcorner van Katoes leverde niks op. De Almeerse moest alle zeilen bijzetten om tegen te houden in de eerste helft. Hier opnieuw de strafcorner van Katoes. Nummer 9 uit de overgangsklasse. Almere stond voor dit duel op de vijfde plaats. En ook dit levert niets op. Dan komen de Almere's dus goed weg. Maar de thuisploeg deed ook wel iets in de eerste helft. Sofia Verga, sterke actie. Oh, maar deze bal, die wilde er niet in. Al met al had Almere het niet makkelijk in de eerste helft. En dus werd er gesproken in de rust. Ja, dat de basisvorm hoog moet en de technische fouten moeten eruit. En gewoon ons ding doen en blijven spelen. In de tweede helft lukte het wel. Strafcorner Almere. En Yvette Willems met de openingstreffer. En direct daarna werd er doorgebouwd door Almere. Snelle aanval. Lisanne Segers met de 2-0. Eigenlijk nog een A-jeugdspeelster. Maar nu al belangrijk voor het eerste. Zeker, superleuk. Ik kan bij dames 1 heel goed groeien. En de A1 gaat ook lekker. Maar bij de dames 1 kan ik net wat meer vrijheid en wat meer mijn ding doen. Dat is superleuk. De aansluitingstreffer kwam ook heel snel achter de 2-0 aan. Strafcorner voor de gasten. En hangen, de 2 tegen 1. Het was ook de eindstand in Almere. De Almeerse stijgt een plekje op de ranglijst. De vrouwen staan nu vierde. Er komende zondag de laatste wedstrijd voor de winterstop. De ploeg gaat dan naar Rotterdam om te spelen tegen Victoria. En tot zover Dit is Flevoland voor vandaag. Geheel onverwacht is onze collega Martin Hop overleden. Martin was een collega die echt hart had voor Omroep Flevoland. Nooit was hem iets te veel. Als cameraman altijd op pad voor onze omroep in weer en wind. Overdag, 's avonds en 's nachts, om zo de mooiste beelden te maken. Martin was een professional en altijd bezig met nieuwe technieken om de omroep beter te maken. Boven alles was hij een fijne collega in de omgang. Oplossingsgericht en altijd bereid om anderen te helpen. Zijn overlijden is een ingrijpend verlies. We gaan Martin heel erg missen.